Broers en zusters. Gisteren was ik in de stad Schouwburg. Dat heet tegenwoordig anders, want een of andere grokjas heeft de naam veranderd. En ik was in de stad Schouwburg. En ik passeerde een man. Die man keek me aan. Die liep aan de telefoon Kijk me aan en zei: hi. En hij knipte over. Hij liep wel door. En ik nog een paar keer: hi, hi, hi. Ik denk: wie is die mafkees? Twee seconden later word ik van achteren voorbijgelopen door twee leuke giebelende meisjes die zeggen: dat was alles. Hij zei je gedag. Zou hij iets met je willen? Ik dacht. Oh god. En toen viel bij mij het kwartje. Ik ben dus begroet door een bekende Nederlander. Door een BN'er. Die eerst mij de beurt gevallen. En wat ook mijn conclusie is. Ik ben slachtoffer van een aandachtjunk. Want een BN'er kan niet zonder zijn dagelijkse portie herkenning en beroemdheid. En het is maar dat u dat weet. Hallo uh, loopt Aai, hoor. Dus je was naar de stadschool Dat is die plek waar al die mensen komen, toch? Nou man, ik ken het niet. En die naam die je net noemt, Hans Tewa. Hoe kennen hem ook niet hier, hoor. En meestal is het ook zo dat die namen die je noemt, die willen we ook niet eens kennen, man. Aai. Dus die man heeft iedereen gedacht. Die zit op straat. Kreeg iemand geen last van prikkels? Misschien moet hij solliciteren naar koning. <laughs> ja. Man jongen. We hebben hier in de belmer ook een aantal BBB'ers hoor. Aai, bekende belmer bewoners Ja, man. Maar uh, je hoeft niet te verwachten dat ze iedereen gedag aan gaan zeggen hoor. Je kan eerder een paar Surinaamse worden naar je hoofd geslingerd krijgen als je te lang kijkt. <laughs> ja, man. Maar goed, uh, ik wens je verder een mooie dag hoor. En succes met alle de mensen daar in de stad en die plekken waar je komt. Oké, okay, tamo.